Ja, de straat waar we ons nu bevinden, die heet officieel in den Ministergärten. Dus ja, letterlijk vertaald in de ministertuinen. Ziet er misschien iets wat onooglijk uit, maar op zich wel een bijzondere, je zou kunnen zeggen, historische plek. Ja, in de verte achter ons min of meer was vroeger de Führerbunker. Dus de bunker waar Adolf Hitler veel van zijn tijd heeft doorgebracht. Het was hier ook de Todesstreifen, de doodstrook was hier. Hier was de grens tussen Oost- en West-Berlijn. Ja, en vandaag de dag zijn die misschien iets wat saaie gebouwen achter mij. De gebouwen van de... Ja, Bundeslandvertretungen, de ländervertretungen, dus eigenlijk een soort van, je zou kunnen zeggen, ambassades van de Bundesländer. Want Duitsland is een federale staat, is misschien niet altijd even duidelijk, maar dat leidt wel tot politiek, laten we zeggen, interessante situaties. Bijvoorbeeld de onderwijspolitiek, die verschilt per Bundesland. Dus als je in Berlijn woont en je kind gaat hier naar school en je verhuist naar Beieren of naar een andere deelstaat, dan kan het opeens zijn dat je kind een jaar korter of een jaar langer naar school moet. En ja, zo zijn er wel meer van die federale dingetjes, thema's. Ja, ja, dit jaar was ook natuurlijk een veel besproken onderwerp. De maut, de tol op de Duitse autosnelwegen. Dat is een, denk een goed voorbeeld van zo'n bestuurlijk knelpunt wat voortkomt uit soms ingewikkelde federale structuur van Duitsland. Waarbij het er in dit geval om ging dat Beieren, die tol voor zijn autosnelwegen, betaald door buitenlandse toeristen onder meer, graag wil hebben. Terwijl de regering hier in Berlijn, de Bundesregierung, dat eigenlijk niet ziet zitten. Dat is denk ik een goed actueel voorbeeld van hoe ingewikkeld regeren in Duitsland kan zijn.